Klok wordt mede mogelijk gemaakt door Waardenburg, Beveiliging en Telecom. Goedenavond en wat fijn dat u weer kijkt naar Hooi Centraal. Met vanavond de volgende onderwerpen. De koeien gaan weer los. Scorenboek, certificaat voor de Marijkenschool, woonbeurs en aan tafel Arjan Pas, voorzitter van Alzheimer Club uit Oudekring. En wat Brommerskieken, Krunnersommer en de Elfstedentocht nou met elkaar allemaal gemeen hebben, dat horen we straks van hem. Maar vanavond eerst mijn tafel hier van deze avond. Ja, en dat is niemand minder nu vanavond. Ik ben wel heel blij dat je er bent, Jaap. Jaap Kalkhoven. Dankjewel, dankjewel. Ik zal je het rekeningnummer straks nog even geven. Ja, dat is helemaal goed, Jaap. Dan gaan we zeker mijn tafel hier nog wel. Ja, leuk hè. Klinkt goed hè. Is wat anders gewoon... dan ken een collega. Vind je dat? Ja, vind je dat? Nee, al bleef het toch. Toch wel? Ja, absoluut. Ja, maar ik vind het wel heel leuk dat je er bent. Want eigenlijk ben je al heel erg lang mijn collega. Ja. Want we zitten al een paar jaar bij deze leuke gezellige club. Radio doen we, radio, samen, ja. Televisie doen we af en toe samen. Je doet politiek, doe je wat? Ik doe politiek wat, ik doe radio wat, van alles wat. Ja. Ik mag ook in het bestuur zitten. Kijk, eigenlijk ben je een beetje onmisbaar voor deze. Nee, absoluut niet. Nee, verder van. Iedereen is vervangbaar altijd, dat zeggen we zeker altijd. Zeker weten. Daarom. Ja. Hey, we zijn met verschillende dingen bezig binnen Hooi. Ja. Dus onder andere een fusie die er misschien aankomt. Kunnen we niet zo heel veel over zeggen, want ja, dat... Ja, dat we redelijk op streek zijn met de vier omroepen. Ja, maar daar kunnen we er niet echt definitief iets over zeggen. Het zijn allemaal als goed is. Volgen. En... Ja, nou, we zijn al verder. Ik denk, als het goed is, 1 januari is het straks RTV rechtstreeks. Ja, dan moet het overgaan, hè. Dus, en dat is kort, hoor. Het is al april. Ja, het is al april. Dus we hebben dan zo'n nog drie kwart jaar, half jaar, drie kwart jaar. Ja, minder, maar regen maar 2 maanden vakantie valt er nog een beetje uit. Ja, half jaartje. Moet er nog veel gepraat en gedaan worden? Er wordt veel gepraat en er wordt ook want heel veel gedaan. Ja, en, want dat brengt me dan, maar daar gaan we het straks even over hebben, over politiek. Want dan gaan we een klein uitgeleidetje naar politiek maken. Ja. Want dat heeft natuurlijk ook met onze omroep te maken. En aangezien jij met politiek bezig bent. En... Ja, jij weet er niks van, hè? Nou... Jawel, jij ook. Nee, maar klopt. Maar jij zit er nu nog volop in en ik niet. Dus dat scheelt een heel stuk. Dus gaan we straks doen. Prima. Ja, we gaan nu eerst gewoon helemaal lekker naar de koeien, want elke lente is het altijd weer feest voor de koeien. Want ze hebben dan een heel winterlang op stal gestaan en dan vinden ze het heel lekker om weer naar buiten te gaan. Zo ook de koeien van de familie Wessels aan de Klokkendijk. Die konden niet wachten om naar buiten te gaan. Al rennend en springend gaan ze dan ook de grasprietjes tegemoet. Altijd wel een vrolijk gezicht, vinden jullie niet, heren? Ja, dat is inderdaad een mooi gezicht. Ja, deze koeien liepen niet terug. Ik kan me herinneren aan een filmpje bij ik mag niet te veel reclame maken, maar bij SBS6, bij Hart van Nederland. Ja. Die hadden een filmpje en dan liepen de koeien terug. Ja, ik heb het gezien. Ook. Het was ook slecht weer, daar gaat het niet om. Nee. Maar die koeien dachten... We gaan ervoor. Vandaag niet. Nee. Nee, hier, ja, blijven, hier blijven ze lekker buiten. Groot gelijk. Weet je wat ik altijd lekkerste vind nu? Vertel. Graskaas. Want dat krijgen we straks natuurlijk. Ik weet niet of je dat namelijk... Straks bedoel je nu zo hier nog of niet? Nee, hier helaas niet. Maar dan, want dat duurt nog een paar weken. Dat is waar. Weet je waar graskaas van gemaakt? Ja, van koeienmelk. Maar weet je hoe het zit? Ik dacht iets ooit te hebben gehoord dat het van grazende koeien die veel in de natuur zijn, dat die melk wordt gebruikt voor de kaas. Graskaas wordt namelijk gemaakt, dat weet ik toevallig, van de eerste melk van een koe die naar buiten gaat. Dus zeg maar, dus nu worden de koeien straks gemolken. En van die eerste melk wat ze dan hebben, van inderdaad het gras van buiten, daar wordt graskaas van gemaakt. Dus dat duurt dan even een paar weken. Het is een hele jonge kaas, heel zacht. Toch alweer wat geleerd. Toch alweer wat geleerd hier vanavond. Ik bedoel meer van de Parmezaanse kaas, hoe Italiaans. Ja, dat is dan inderdaad iets pittiger. Ja. Maar houd het vooral in de gaten. Want zeker de moeite waard om even te proberen. Gaan we doen. Dan iets heel anders, namelijk Scorenboek. En het project Scorenboek, dat al een aantal weken geleden gestart is in de gemeente Hellendoorn, werd afgelopen maandag afgesloten met spelletjes en sport op het sportterrein van VV Hellendoorn. Tijdens deze dag maakten ze bekend hoeveel boeken er gelezen zijn door de deelnemers.
Diverse scholen in de gemeente Hellendoorn deden mee aan het project Score een boek. Doel van dit project was om kinderen uit de groepen 5 en 6 van de basisscholen meer te laten lezen en hiermee een grote woordenschat op te bouwen. Er was 6 weken geleden een krat met boeken bezorgd op elke deelnemende school door de Zinin-bibliotheken. In totaal deden 300 kinderen uit 15 groepen mee. Elke school kreeg een oorkonde met een totaal aantal gelezen boeken. Met het bekendmaken van het totale aantal gelezen boeken van totaal 1797 boeken werd de aftrap gegeven voor enkele uren sport en spel. Met de 6 opgestelde spelen op het sportterrein van VV Hellendoorn kon de jeugd zich uitstekend vermaken. Onder begeleiding van HBO-studenten van Windesheim, Zwolle en Christelijke Scholengemeenschap het Noordik uit Almelo. Profvoetballer Wout Drosten van Heracles was aanwezig om de jeugd te stimuleren en natuurlijk om een handtekening te scoren. Door de samenwerking met de voetbalclub Heracles, gemeente Hellendoorn en de Zinin-bibliotheek konden vele scholieren meedoen aan dit project ter stimulering van een betere taalbeheersing met een betere ontwikkeling van zelfstandigheid en gezondheid. Kortom, het was een zeer geslaagd evenement. Ja, en dan ga ik zeggen, het alle kring. En dat lijkt heel erg gemeen dat ik dat zo zeg. Maar dat is wel jullie benaming, Arianne. Dat klopt. Want zo heet jullie vereniging. Dat klopt. Ja. Het was van huis uit de Vroomsop, Zolta, mijn club op z'n zondag, zou ik maar zeggen. En er was destijds een bestuurslid, of een bestuurster, die kwam binnen van te laat op de vergadering. Mie Olle Kring doet niet, en wordt weer niet. En vanaf en toen bedacht iedereen van, is hey. Binnen een jaar eigenlijk de naam omgedraaid naar het Olle Kring. En hij nou op Texel komt, of je komt in Rotterdam of in Maastricht, maar niet zo uit. Hij praat over het Olle Kring, weet iedereen. Ja, weet iedereen wat je bedoelt. Ja, want jullie zijn een vereniging voor oude brommers. Dat klopt. En de brommer moet sowieso ouder zijn dan 25 jaar. Ja, ons streven is 25 jaar en ouder. Ja, want, want dan val je officieel ook onder de oldtimers. Ja. Alles wat jonger is, is officieel geen oldtimer. Klopt. Hoe dan vinden wij dat misschien? Met ouders, met ouders is het tegenwoordig al 30 jaar. Ja, dat klopt. Dat is al naar beneden gehaald. Hè? Ja. Ja, en jullie leden, de informatie die ik nog had was 300 leden. Klopt, we hadden tot vorig jaar hadden we een ledenstop en het laatste half jaar is ledenstop eraf. En het laatste half jaar nog 60 nieuwe leden binnengestroomd. Kijk. En het druppelt eigenlijk elke maand nogal wat bij. Ja. Dus, en ik verwacht na volgende week naar de tocht dat er wel weer wat bij komt. Hoeveel zitten jullie nu op dan? We zitten nu op 360 leden. Oké, okay, dus dat was niet meer nodig, max 300. Nou, wij vergrijzen. Ook wij hebben het probleem. Ik zal het heel eerbiedig zeggen, maar ook wij vergrijzen. En we hebben aan de hand van onze ledenpas de laatste 2 jaar echt duidelijk bijgehouden van wie is er wel, wie is er niet bij. En we hadden gewoon 75 slapende leden. Ja. En terwijl hij de jeugd in de wachtkamer heeft zitten, hebben we gezegd van, deur los, kom, de jeugd heeft de toekomst. Ja. En er druppelt nog steeds jeugd binnen. Ja. En, we zien op de achtergrond af en toe wat oude brommers voorbij komen. Ja. Jullie zijn niet gebonden aan een merk, hè? Want ik ken bijvoorbeeld de Batavers Club. Dat is een club waar je dan ook 25 jaar oud, maar alleen maar met Batavers brommers mee mag doen. Nee. Dat kennen jullie niet? Nee. Er is wel heel veel Zundab en Krijlen waar je bij ons ziet, maar het waren destijds de bromfietsen die zijn langs de goed gebleven. Ja. Ik ben zelf liefhebber van de Nederlandse bromfiets. Maar we hebben wat dat betreft gewoon, de bromfiets moet verzekerd zijn, moet ouder zijn dan 25 jaar en dan ben je welkom. Ja. Ook Poeks en die oude vroeger, die, hoe is het weer, de mobiletjes? Mobiletjes, er zitten Sparta's tussen, er zitten Berini's tussen, noem maar op. Nu komen we Miele, NSU, NSU, Quigley. Een stofzuiger bij Ja, dat is ook, als machine een stofzuiger. Hij rijdt ook als een stofzuiger. Hij rijdt, oké, helemaal goed. Hey Arjan, en ik zei het al in het begin van de uitzending, ik vroeg, brommers kicken, Krunnenzommer en Elfstedendal. Brommers kicken, dat leg ik inderdaad bij je neer, want hey, oude brommers hebben we het over. Ja. Wat is nou de link met de Elfstedentocht en met de Krunnenzommer? Ik ben voor 12 jaar terug, toen ik de eerste toertocht uit ging zetten voor de club, en toen wou ik er een thema aangeven. En dat heb ik destijds meegegeven als een alternatieve Elfstedentocht. Toen had ik 11
dorpen, gehuchten in de regio Twente. Zo had ik de route uitgezet van 70 kilometer. En die alternatieve stedentocht is elke WTC bekend en die hebben we erin gehouden, zeg maar. Ja. En dat proberen we ook elk jaar nog ook de 11 dorpen aan te doen. Je gaat ook echt langs 11 dorpen, ook door 11 dorpen heen? Ja, het kan een gehucht zijn, kan een dorp zijn, kan een stad zijn. Maar dat is zo gegroeid, het is eigenlijk gewoon een begrip geworden, die alternatieve stedentocht. Ja. En dan moet ik zeggen, dan richting Krumzonne, oud met oud. Ja, daar bij elkaar niet, zeg maar. Nee. Maar het is voor ons als organisatie is het heel makkelijk om te gaan organiseren. En je doet de mensen geen groter plezier om daar een stop te houden. Dat lijkt me ook inderdaad. Onze gasten kunnen daar naar het toilet. Er wordt een bakje koffie aangeboden. Je hebt daar, even voor de mensen die nu denken van, oké, wat was de link? Daar hebben jullie je grote stop. Dat is onze tweede pitstop. Onze eerste pitstop is in Ommen. Ja. Daar zijn we uitgenodigd door de horecavereniging. Daar hebben ze de Oranjeweek. En daar besluiten wij bij ons aan door ons daar de eerste pitstop te houden. En dan zijn wij vanaf 3 uur zijn wij bij Krumzonne te gast. Dus we zijn voor x aantal jaren terug daar ook een keer aan geweest. Ik zie de oudjes al klaar zitten in de rolstoel. Dat is zo mooi, die gezicht. Nou mis ik alleen nog een datum. Die wil ik nog even datum, weten. Dat is 21 april. Ja. En dat is volgende week zaterdag. Ja. Ik kan wel zeggen, ik ben er wel weer redelijk klaar voor. Want de eerste 260 aanmeldingen zijn er al. Kijk, helemaal mooi. Je zegt al, ik ben waarschijnlijk rond 3 uur zijn we in Krumzonne. Ja. Daar mag iedereen komen kijken? Ja hoor. Hoe jullie het gedaan hebben, hoe jullie rijden. Netjes de auto aan de kant zetten, zodat het met calamiteit de rest van... Parkeren op de plaats waar het kan. Ja. Want we gaan gewoon veiligheid bovenal. Dan heb ik alleen nog één laatste vraag nu voor je. Want als mensen nu mee willen rijden en mee willen doen... Ja. Waar geven ze zich op en waar staat er? Nou, daar kan ze. Ze kunnen even op de site kijken van www.olle/krenk.nl. En daar vinden ze uiteraard onze flyer. En dan kunnen ze bellen, dan kunnen ze opgeven. Dus of je kunt je aanmelden www.info@elfstedentoertocht.nl. Maar dat staat allemaal op jullie flyer. Dus gewoon even Olle Krenk zoeken. Allemaal op. Eén klein ding. Is het dure sport? Nou, de aanschaf van de brommers. Ik moet wel zeggen, het is momenteel weer in de lift. Wat kost een brommer gewoon normaal zo'n duik krijgen? Nou, echt een supermooi gerestaureerde. Want ik moet vanavond nog voor een fietsenmaker uit Dalen. Uit jullie omgeving een brommer wegbrengen. Die kost gewoon 34,5. Maar hij is mooier dan nieuw. En ook voor mensen zoals mij, want ik ben dus zo handig als een bos wortelen. Zeg maar. Wat ik leuk vind, ik heb er helemaal geen verschil in. Als mensen met een mobiletje komen. Of met een poegje, of met een spaarmijn, van een paar honderd. Het gaat er mee om, die mensen kunnen meedoen. Okay. Dat vind ik belangrijk. Ja. Volgens mij zijn er heel veel handige handjes binnen de dat moet zo, want ik het al zo doen, ik heb het niet, maar als ik het al zo doen, ik zou benzine erin gooien. We kunnen een brommer voor je regelen, misschien mag je mee. Ik heb ook een keer op mijn stoel eens gezeten, het is fantastisch. Okay. Nou, het is fantastisch. En we hebben hier in Everal al een gigantische technische man, Bas Euren, Baarton Everdaal. Man met gouden handjes. Ik moet zeggen, die heeft niet alleen gouden handjes. Nee. Meneer heeft ook nog een gouden hart. Die heeft voor ons buurmeisje vorig jaar een mooie Sparta bromfiets gesponsord. Om geld in te zamelen voor de actie Cynthia. Meisje had een dwarslesie opgelopen. En daar heeft Bato gewoon even een brommer beschikbaar voor gesteld. Super. Nou kijk, helemaal mooi. Ja, dan van de brommers gaan we naar een verkeersveiligheidsverhaal. Want dat is bij jullie natuurlijk ook belangrijk. Maar ook de Prinses Beatrix, of de Prinses Marijke School uit Nijverdal. Want zij kregen donderdagmiddag uit handen van wethouder Bijntema het verkeersveiligheidscertificaat. Ik begin er al helemaal van te stotteren, goed hè. De school is abertrots op dit behaalde resultaat. Waarom krijgt de Marijke School dit certificaat? Ja, mevrouw, dat is een hele mooie vraag. Want deze school heeft er echt naartoe geleefd. Ik begeleid de scholen hier in deze gemeente wat betreft de coördinatie op weg naar het verkeersveiligheidslabel. En deze school die moest aan heel veel criteria voldoen. Zoals? Nou, of de schoolomgeving veilig is, of de school daaraan werkt. Of er een verkeersouder is, of een verkeerswerkgroep. Maar vooral ook of er voldoende verkeerslessen worden gegeven vanaf groep 1 tot en met groep 8. En niet te vergeten natuurlijk het theoretische verkeersexamen en het praktische verkeersexamen wat deze kinderen onlangs hebben gedaan. De school heeft een mooi certificaat behaald. Maar wat hebben jullie er allemaal voor moeten doen? We hebben allemaal verkeersouders en dat is goed. En
We hebben ook veel verkeerslessen en we hebben zeg maar een goede omgeving, want het is niet zo veilig. Dus kan je goed zeg maar leren om goed te fietsen en zo. Hoe vaak krijgen jullie verkeersles? 1 keer in de week. Gefeliciteerd met het behalen van dit certificaat. En wat vindt u ervan? Dank u voor de felicitaties. Nou, ik ben er natuurlijk verschrikkelijk blij mee. Namens alle mensen die hier betrokken zijn bij onze school. De ouders, de kinderen. Maar ook de verkeersouders die natuurlijk hier een grote rol in hebben gehad. Dus we zijn echt trots dat wij als tweede school in Nijverdal dit mooie certificaat, het Twents verkeersveiligheidslabel, hebben mogen ontvangen. Wat heeft u er allemaal voor moeten doen? Wat je eigenlijk altijd doet, je zorgt dat je je verkeerslessen op orde hebt. Wij geven verkeersles vanaf groep 1 tot en met 8 van de lessen van Veilig Verkeer Nederland. We hebben natuurlijk ook een veilige omgeving gecreëerd in samenwerking met de gemeente, maar ook met de verkeersouders. Wat heeft u allemaal dan gedaan om de veiligheid te vergroten? Nou, bijvoorbeeld elk najaar hebben wij een fietscontrole en dan worden de fietsen door de lokale fietsenmaker hier gecontroleerd of de verlichting het goed doet, of de remmen goed zijn. En de ouders zorgen ervoor dat de kinderen hun fiets in orde hebben en dan krijgen ze ook een verkeerssticker voor dat hun fiets is goedgekeurd. Dat is een voorbeeld. Ik kan nog een ander voorbeeld noemen dat wij natuurlijk ook meedoen aan het praktijkexamen en het verkeersexamen theoretisch van wat door de gemeente wordt gedaan. Wij zorgen ook dat wij regelmatig in onze lessen weer aandacht geven aan de nieuwe regels die er soms zijn binnen het verkeer. Of een verkeerssituatie die hier in Nijverdal soms verandert. Dat je goed weet hoe het veilig is. En streetwise? Streetwise doen we elke 2 jaar aan mee. Fijn dat u dat ook even zegt. Straks in juni doen we weer mee van groep 1 tot en met 8 met het AWB-programma Streetwise. Woonbeurs in Hellendoorn. Heeft u nou bouw- of verbouwplannen of bent u gewoon nieuwsgierig naar de mogelijkheden in en rondom uw huis? Een aantal enthousiaste ondernemers staat voor u klaar om u goed en vakkundig te informeren tijdens de woonbeurs. Marcel, jij bent initiatiefnemer van een te houden woonbeurs volgende week. Kan je daar iets over vertellen? Ja, dat kan ik. Ik woon zelf in Hellendoorn en ik zag allerlei plannen voorbij komen in Hellendoorn Noord. Toen dacht ik, wat is dan leuker om iets te organiseren voor mensen die geïnteresseerd zijn in een nieuw te bouwen huis, iets te verbouwen of iets in de tuin te doen. Vervolgens heb ik wat ondernemers gebeld en gezegd, weet je, dit vindt plaats in de gemeente Hellendoorn en wat vinden jullie daarvan? Nou, die waren allemaal heel erg enthousiast. De meeste ondernemers zeiden, ja Marcel, ik ben heel erg druk, want ik heb echt werk genoeg. Maar toch, het initiatief is heel leuk om er toch te gaan staan. Dus vervolgens hebben we een x-aantal ondernemers uitgezocht en we hebben gezegd, weet je, wie gaat daar staan? We hebben 16 ondernemers. We hebben van alles van A tot en met Z. Dus dat betekent dat we van de notaris tot het schetsen van een woning, tot het inrichten van een tuin, tot het inrichten van een woning, eigenlijk alles staan. Dus als je komt, kan je eigenlijk over alles informatie krijgen. Dus voor zowel nieuwbouw, verbouw, aanbouw, alle ondernemers staande. Het vindt plaats donderdag 19 april van 5 uur 's middags tot 9 uur 's avonds. We hebben bewust gekozen voor de donderdagavond, omdat het dan toch koopavond is. En dat alle winkels open zijn, dus we hopen dan op wat meer publiek, omdat dan toch iedereen in het dorp moet zijn. Het wordt gehouden bij Norbus, in het zalencentrum achterin. Daar zullen alle ondernemers opgesteld staan. Vervolgens hebben we daar bedacht van de intree is gratis. En we hebben daarnaast nog een leuke prijsvraag. En de mensen kunnen dus alleen door hun naam en een telefoon om achter te laten, kunnen ze leuke prijzen winnen. Ja, je zei het net al even. Ik wil een kleine zijsprong even richting politiek een beetje maken. Want jij zit volop in de politiek voor ons programma Raadsplein een beetje. We hebben net de verkiezingen gehad. En nu komen dus de coalitieonderhandelingen. Ja. Kun je uitleggen hoe zoiets gaat? Als het goed is, en dat is ook hier gebeurd, heeft de grootste partij, en dat was dus lokaal Hellendoorn in dit geval bij ons. Ja. Die heeft eigenlijk alle partijen bij elkaar geroepen. Die nodigt altijd als eerste uit. Die nodigt, als het goed is, als eerste uit. Ja. Ze hebben een informateur benoemd, verkenner, Richard Benneker. En ik moet heel eerlijk zeggen, en dan kom je eigenlijk bijna aan het eind van het gesprek terecht, van hij houdt de deur goed dicht. Oké, okay. Er komt weinig naar buiten. Dat is jammer. Vorige week werd er nog bekend dat een bepaalde partij, GroenLinks, niet met alles en iedereen direct wil gaan regeren. Heb ik ook via een zijweggetje gehoord. Ja. Dat ze zeiden van Precies, wordt wat niet serieus genomen. Dus hoe het gaat lopen, ligt eraan wat je wilt. Op voorhand zou ik het niet doen in onze situatie. Maar er zijn heel veel gemeenten waar een PVV heeft meegedaan,
waar de vaste orde zegt van, wij gaan niet met de PVV in zee. Maar anderen weer wel. Ja. Dus dat is van vreemd. Hoe het hier geloof ik, weet alleen maar, dat zullen mensen gelezen hebben, dat onze wethouder Thomas Walder, die kan straks keuzes gaan maken als het in Deventer ook nog goed gaat. Daarom, die gaat zich een beetje bemoeien met de coalitievorming in Deventer. Hè, ja, die is de vaste hulp van de fractieleider D66 daar, heb ik begrepen. Dus. Ja. En hij staat daar de nominatie hè, voor de wethouder. De vraag is natuurlijk of die in Nijverdal inderdaad een wethouderspositie mag bekleden. Dat zou ook zo kunnen, ligt aan hoe het gaat lopen. Ik weet niet hoe het gaat lopen. Nee. Durf er nu nog een pijl op te trekken. Nee, nou heeft Thea wel toegezegd natuurlijk dat als we groot worden, dat we graag een zo groot mogelijk, breed mogelijk coalitie willen. Ja. Op hoofdlijn een coalitie. Denk je dat slim is? Om het breed te houden? Weet ik niet, want je kunt aan een heel andere kant denken. Je kunt het ook nog weer doen met de oude coalitie. Ja, hè? Dan kun je lokaal Hellendoorn, dan kun je gewoon weer naar de zijkant schuiven in de oppositie zetten. Ja, maar stel voor, als men dat wil, dan zul je toch eerst moeten afwachten dat lokaal Hellendoorn zich terugtrekt, toch? Of niet? Of kun je ze voorbij gaan nu? Stel dat die gesprekken niet goed lopen en dat in dit geval dan het CDA als tweede partij zegt van oké, ik ga nou eens met andere mensen praten. Dat kan ondergenoeg van een bakje koffie zijn. Ja. En dat zou heel ver komen. Nou, we gaan zo verder. En lokaal, dankjewel. Niemand wil meer met jullie verder. Ik vind het niet. Ik zou het heel raar vinden. Nee, hoor. Ik ook. Grote partij, meeste aantal stemmen. Richting kiezers niet echt heel netjes. Maar nee. Ik vind het spannend en ik vind het heel leuk om te volgen. Maar er is ook nog even te volgen. Maar het is ook inderdaad dat je zegt van. Want er bestaat ook een mogelijkheid voor lokaal om het alleen met CDA te gaan doen. En dan de rest allemaal weer te laten liggen. Maar, ja, maar die twee liggen elkaar niet echt geweldig. Nee. Waarschijnlijk zal dat toch een. Laat ik gewoon zeggen, die kans ga ik niet groter dan 30% hooguit. Nee. Zouden ze het CDA helemaal buitenspel laten, denk je? Die kans kan ook, hè? Kan. Maar, ja, denk het niet. Hou je niet veel over? Nee, denk het niet. Dus we gokken een beetje op een grote, brede... brede coalitie gok ik wel op. Ja. Tot nu toe, maar ja, voor hetzelfde geld staat er morgen in de krant en dan is dit alweer achterhaald. Jij gaat het goed voor ons in de gaten houden. Ik blijf het gewoon volgen. En dat, met Wil samen natuurlijk. Absoluut. En als je nieuws hebt, dan horen we dat in Raadsplein natuurlijk. Raadsplein of heel kort hier. Of heel kort hier. Gaan we zien. Daarom. Ja. Helemaal mooi. Ja, en dan heb ik voor u natuurlijk nog een paar culturele tips voor de komende week. Het voorjaarsproject van vocaal ensemble Canticum Novum brengt meteen de lente in huis. Tijdens dit concert staat een verscheidenheid aan kruiden, vogels, bloemen en bomen symbool voor allerlei aspecten van het dagelijks leven. Het concert vindt plaats op 22 april in het Huis van Cultuur en Bestuur. En een kaartje kost €12,50. Op zaterdag 21 april is er van 11 tot 4 in het kerkgebouw van de Vrije Evangelische Gemeente in Nijverdal aan de Grote Straat 68 een expositie door heel veel verschillende kunstenaren. Die allemaal een band hebben met de Vrije Evangelische Gemeente. Op de beurs is van alles te zien, van schilderijen tot sieraden, van beschilderd aardewerk tot glaskunst. Tussentijds zijn er muzikale momenten op onder andere orgel en piano. Zo'n 20 exposanten tonen een grote verscheidenheid aan kunstwerken. En de intree hier, die is gratis. Ja, heren, en dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze uitzending. Niet zo'n hele grote uitzending, maar wel interessant. En net wat je zegt, gaat snel, hè, zoiets. Dus wat dat betreft... En is dan is als je wel hebt, maar we mogen niet te gezellig hebben. Nee, gezellig doen we gewoon met een bak koffie erbij en dan lekker thuis. Doe straks weer. Daarom, komt helemaal goed. Rest mij u nog even te zeggen dat er maandagavond... 16 april om 7 uur en om 9 uur een uitzending is van Hoi TV met een kerkdienst vanuit de gereformeerde kerk in Daarle. En deze dienst is zondagmorgen 15 april opgenomen. En voorganger in deze dienst is dominee Huizingveld. Meer nieuws en informatie over Hoi TV en Hoi FM, dat vindt u op onze website hoimedia.com. En deze uitzending en andere uitzendingen kunt u daar altijd terugkijken. Facebookpagina kunt u ook in de gaten houden. Kijk dan even op facebook.com/hoicentraal. En de uitzending van vanavond, die wordt het gehele weekend herhaald op de oneven uren. Ik bedank mijn gasten voor hun komst naar de studio. En natuurlijk u thuis ook bedankt voor het kijken. En ik zeg graag tot volgende week bij weer een nieuwe Hoi Centraal.